want ik denk kijken naar deze nieuwe video. In de video van vandaag heb ik mijn haul voor februari. Ik heb deze maand 7 boeken gekocht. Ik had eigenlijk gezegd dat ik geen boeken meer ging kopen. Of in ieder geval minder boeken ging kopen. Ja, dat is zoals je wel hebt gemerkt verkeerd gegaan. Maar goed, ik heb geen spijt dat ik deze boeken heb gehaald. Sommige heb ik... Oké, dat is een groot woord. Nou, ik heb er al een aantal van gelezen. Niet superveel, maar het is al iets. Ik bedoel, het is beter dan dat ik nog geen boek ervan heb gelezen, toch? Ik ga deze boeken laten zien in geen speciale volgorde, want ik heb ze gewoon zo uit mijn boekenkast gepakt. En ik weet trouwens niet eens zeker of dit alle boeken zijn die ik heb gekocht deze maand. Dit zijn namelijk alle boeken die ik kon herinneren dat ik die heb gekocht deze maand. Ik heb ze niet echt goed bijgehouden in mijn reading journal. Dus ja. Maar goed, laten we maar gewoon beginnen. Het eerste boek wat ik heb is Of Curses and Kisses van Zendaya Menon. En dit is een Engels boek en deze die stond ook op mijn nieuwe uitgaves van 2020 waar ik heel erg naar uitkeek. Dus ik vond het een goede reden om dit boek te kopen. Tevens is een Engels boek meestal niet zo duur. Hij was maar €12,50, dus ik kon het nog wel veroorloven om dit boek te kopen. Ik ben hier al wel in begonnen. Ik ben op bladzijde 58 en ik vind het tot dit op dit moment best wel een leuk boek. Er gebeurt nog niet superveel. We zijn nog een beetje de personages aan het leren kennen. En het verhaal wat er omheen speelt. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit boek verder zal gaan. Je volgt Jaya. Jaya is een prinses van India. En zij heeft eigenlijk een best wel slechte relatie met de Emerson familie. En laat nou net Gray Emerson op dezelfde internationale school zitten als waar zij naartoe gaat. En ja, de geschiedenis tussen deze twee families is dat de Emerson familie iets van de Rouse heeft gestolen. En de Rouse vervolgens de Emersons familie heeft vervloekt. Het is een beetje hetzelfde verhaal als Belle en het Beest. Alleen dan een hertelling daarvan. En ik hou van Belle en het Beest. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat aspect hierin terugkomt. Ik zie zeker op dit moment al dingen daarvan terugkomen. Maar ik moet dit boek nog iets verder lezen. En jongens, meer hoef ik er volgens mij niet over te vertellen. Het boek staat niet op zichzelf. Dat is zo vervelend. Maar we gaan maar gewoon door. Ik was in Amsterdam. En als ik in Amsterdam ben, dan is het standaard dat ik naar Scheltema ga. En dat betekent ook dat ik als eerste in de tweedehands sectie ga kijken daar zo. Omdat ik toch liever eerst tweedehands boeken zou kopen dan nieuwe boeken. Omdat me dat gewoon wat geld bespaart. En daardoor heb ik ook dit boek gevonden. Dit is namelijk Vuur en As van Saba Tahir. En dit is deel 1 in de Heerschappij van de Maskers. Ik heb zoveel over dit boek gehoord en zoveel goede verhalen. Dat toen ik dit boek zag, ik hoefde er niet eens over na te denken. En ik heb er maar €5 voor betaald. Hij ziet er echt gewoon nog perfect uit eigenlijk. Ik had het ook nog geloofd als dit een nieuw boek was geweest. Het enige is dat het niet echt de editie is die op dit moment wordt verkocht. Maar dat is ook eigenlijk het enige wat ik hier aan kan vertellen. Ik weet, als ik heel eerlijk ben, niet zo heel goed waar dit voor over gaat. Maar ik ben toch wel zo zwak dat ik dit boek door BookTube koop. En I'm not complaining about it. Dan vervolgens een boek die ik eigenlijk al een tijdje aan het zoeken ben. Maar het is al een boek die wat langer uit is. Waardoor je hem niet zo heel snel meer kan vinden. En het is dat ik weet alleen in het Engels uitgegeven. Wat betekent dat het al helemaal niet zo snel wordt verkocht. Maar je hebt natuurlijk in Amsterdam een Waterstones. En dat betekende dat ik daar zo naartoe ging om te kijken voor dit boek. En laat ik dat boek nou net hebben gevonden. En dat is namelijk The Night Circus van Erin Morgenstern. En dit is een boek waar ik alleen maar goede dingen over hoor van Brit. En ik weet niet, ze heeft het er gewoon zo vaak over dat ik dit boek gewoon moet lezen. Ik ben heel erg benieuwd. Het was ook tevens niet zo'n heel duur boek, omdat het natuurlijk een Engels boek is. Wat gewoon echt heel erg scheelt. Maar ik hoop dat het Engels lezen in dit boek ook gewoon goed gaat. Het boek gaat over een circus. En
Meer weet ik er eigenlijk niet zoveel over. Maar ik hou van een circus, dus het moet vast goed komen. Vervolgens dan eindelijk een boek dat ik al heb gelezen. Dat is namelijk Heartstopper Volume 3 van Alice Oseman. Dit is deel 3 in de Heartstopper serie. Dit is een graphic novel. En ja, ik denk dat ik ondertussen al wel genoeg heb gepraat over deze serie. Ik vind het gewoon geweldig. Amazing. Ik kan niet wachten tot het volgende deel uitkomt. Deze heb ik 5 sterren gegeven. Ik hoef er volgens mij ook niet heel veel meer over te vertellen. Dus zeker een aanrader. Koop hem, lees hem, hou ervan, dat. Vervolgens nog een boek die ik bij de tweedehands afdeling heb gevonden van Scheltema. En deze zag ik en toen dacht ik, oké, die ga ik nemen. Niet alleen omdat ik het zelf vroeger echt een heel leuk boek vond, maar dat ik kan hem misschien ook wel gewoon op stage een keer voorlezen. Niet aan mijn groep nu, want ik heb kleuters. En het is niet een verhaal voor kleuters. Maar mocht ik een keer een hogere bouw les geven, dan zou ik het super leuk vinden om deze te lezen. Dit is namelijk De Heksen van Roald Dahl. En deze is aan mij voorgelezen in groep 5 door mijn juf destijds. En zij was helemaal fan van Roald Dahl boeken. En ik weet nog dat ze deze ging voorlezen en dat ze dat zo leuk heeft gedaan en dat ik zo erg heb genoten van dit boek. Dus er was geen twijfel over. Ik moest deze gewoon hebben en ik ben heel erg blij dat ik deze heb. Deze ga ik binnenkort een keertje lezen om te kijken of ik hem echt nog steeds zo leuk vind als dat ik hem vroeger vond. Oké, dan nog 2 boeken en 2 boeken uit dezelfde serie wat goed uitkomt. Dat is namelijk Julius Zebra, Bonje met de Britten en Julius Zebra, ellende met de Egyptenaren. Deel 2 en deel 3 in de Julius Zebra serie. Ik weet ook niet precies hoe die heet. Maar ja, ik heb deel 2 ondertussen al gelezen. Deel 3 heb ik net pas gekocht, dus die heb ik nog niet gelezen. Maar dit zijn gewoon leuke boeken om even snel te lezen, om eventjes nergens aan te hoeven denken en om gewoon plezier te kunnen hebben. Want het zijn best wel grappige boeken. Deze heb ik 3 sterren gegeven. Ik vond hem heel erg leuk om te lezen. Verder vond ik er niet zo heel veel aan. Maar dat kwam waarschijnlijk doordat het over de Britten ging. Want deel 1 ging over de Romeinen. En dat vond ik een stuk leuker om te lezen. Maar ik vind Romeinen ook altijd leuker om bij geschiedenis over te hebben. Dus dat kan er ook mee te maken hebben. Deze 2 boeken. Je volgt Julius Zebra. Julius Zebra die wordt ontvoerd door de Romeinen. En vervolgens wordt hij een gladiator in het Colosseum in Rome. En daar moet hij vechten tegen andere dieren. Super grappig. Hierzo gaan ze dus naar Engeland. En hierzo, neem ik aan, gaan ze naar Egypte. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik laat me gewoon verrassen door deze boeken. Oké, mijn boeken die zijn omgevallen. En mijn mooie piramide van kaarsen is daardoor ook omgevallen. Maakt verder niet uit. Dit waren alle boeken die ik in februari heb gekocht. Zoals ik al zei, iets meer dan dat ik had gewild. Maar goed, maakt verder niet uit. We blijven gewoon doorlezen en zorgen dat deze Neverending TBR gewoon toch wel ending is. Ooit. Wanneer, dat zien we dan wel weer. Hoeveel boeken heb jij in februari gekocht? Heb je het even slecht gedaan als dat ik het heb gedaan? Of heb je het juist super goed gedaan? Heb je er helemaal geen gekocht? Of maar een aantal? Laat het in de reacties hieronder weten, want ik ben toch wel benieuwd. En mocht je er graag iets over willen vertellen, zet er gewoon nog iets extra leuks bij over de boeken die je hebt gekocht. En bij deze is dan het einde van de video. Mocht je deze leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!